Zo Wendy, ja. Oosterhout Live 2018. Volgens mij was je weer iets later dan vorig jaar. Klopt. Hoe beviel het? Ja, geweldig. Was wel hartstikke leuk om te doen natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk het feestje waar je wel elk jaar een beetje naartoe kijkt. Hè. En dat is mooi als je dan weer mag komen natuurlijk. Ja. Ja, wat voor feesten sta je nog meer naast Oosterhout Live? Dit jaar sta ik ook voor het eerst op de Tranen van Koot in Breda. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Ik stond eigenlijk ook al op plein in Assen, maar ja, daar ben ik helaas op vakantie, dus dat vind ik wel jammer. En Dorst ook, hè? In Dorst heb ik ook gestaan, dat was ook echt een supergezellig feestje. Dus ja, eigenlijk buiten, ja, dat zijn wel de leuke, en helemaal natuurlijk als het mooi weer is. En is dit het hoogtepunt, denk ik? Ja. Ja. Of kijk je dan liever naar een cd-presentatie van jezelf? Nee, ja, dat vind ik ook, het is allemaal anders. Nou, daar draait alles om jou hier niet. Nee, maar dit is gewoon... Klinkt lullig, maar... Ja, nee, maar dit is gewoon leuk. Dit is ook gewoon heel bijzonder. Dus, en ook dat je de kans krijgt om op zo'n podium te staan. Dat is gewoon, dit is gewoon leuk. Dus eigenlijk elk dingetje is een dingetje weer op zich. Een cd-presentatie is wel leuk. Gewoon feestjes in de kroeg. Feestjes bij mensen zijn ook weer heel leuk, want we horen het weer persoonlijk naar de mensen toe. Dus eigenlijk heeft iets, elk dingetje wel wat. Ja. En nou komen er straks nog een paar andere artiesten. Ga je zelf ergens nog naar kijken waarvan je denkt, die vind ik leuk? Ja, ik vind er zoveel leuk. Ik vind Tino Martin leuk, ik vind Wesley Broncos leuk. Ik vind John West leuk, dus ja, genoeg om naar te luisteren. Maar je hebt geen favoriet daartussen? Nee. Eigenlijk iedereen, dan vind ik dit liedje weer leuk, dan dat liedje. Het is allemaal heel verschillend eigenlijk. Dus nou een wijntje en feesten. Ja, dat ga ik doen. Veel plezier. Dankjewel.